De Stichting Vader Mother Figure heeft vanmorgen een evaluatiebijeenkomst gehouden voor haar vertrouwenspersonen. De stichting coacht schoolgaande jongeren tussen 8 en 18 jaar. Op die manier worden de competenties en talenten van de jongeren ontdekt en ontwikkeld. Dit moet onder meer leiden tot betere leerprestaties. Ook wordt het gedrag verbeterd en de emoties worden bespreekbaar gemaakt. Henk Redmond, voorzitter van de stichting, zegt dat na onderzoek is gebleken dat er veel kinderen zijn die positieve aandacht ontbreken. Ja, daarnaast zijn er invloeden van buitenaf. Ja, kinderen die verkeerde vrienden hebben. Dat heeft allemaal impact op het gedrag van de kinderen en de keuzes die ze maken. En daarom zijn goede rolmodellen nodig. Dus mensen die in feite die zaken overwonnen hebben en die iets bereikt hebben in de samenleving en bereid zijn om tijd te investeren in deze kinderen. Daarom is die koppeling nodig van deze twee groepen. Redmond zegt verder dat de vertrouwenspersonen de coaches ondersteunen en tijdens de meeting delen ze hun ervaringen met elkaar. Dus kijken wat gaat goed, ja, kijken wat kan er beter. En daarna komen de adviseurs en de bestuursleden bij elkaar voor een intervisie. Om met elkaar te delen wat er goed gaat en wat er beter kan. Omdat heel veel mensen eigen kracht hebben, heel veel talenten hebben, competenties hebben. En niet altijd is men in staat om die zaken te zien en toe te passen. Dus daar zijn goede rolmodellen voor nodig om dat bekend te maken bij de mensen. Zodat ze weten dat er heel veel kracht in ze zit. En ze die kracht kunnen herkennen en die kracht kunnen benutten in positieve zin. Dus dat is iets wat wij belangrijk vinden, dat mensen in hun kracht komen. Ja, dat is eigenlijk waar FMF voor staat. Dus mensen in hun kracht brengen, zodat ze een bepaalde toevoegde waarde kunnen hebben voor anderen. Dat was dus Henk Redmond, voorzitter van de stichting Vader Mother Figure. Hij sprak vanmorgen tijdens de bijeenkomst voor vertrouwenspersonen en coaches. De meeting is gehouden in North Resort.